kan alle kleuren hebben. Regenboog. Wit en een rare vorm heeft, dus gooi er de vieze gele drap overheen. Molen! Door 5 seconden. Een wat? Plofhond? Ja. Dat is een plofkip. Het heeft met dieren te maken en het ziet er echt... Niet alles is poepschot. Hebben jullie er minder dan 6 goed, dan moeten jullie dit eten. Dit is rode kool. Hoe vinden jullie rode kool, jongens? We zijn de drie musketeers. Wij zijn nu voor Evenstel. Ik ben Ramon. Waar zijn je bakjes? We missen iemand. Wie mist ook weer? Jesse. Jesse, dat was het. Jesse! Ja! Kom je ook nog, of? Ja! Oké, dan komt hij aan. En waar was jij? Die topje aan doen. Ik heb weer een nieuwe module gehad. Module 5. Wat in de 5? Ah, je hebt weer een nieuwe module gehad? Ja! Gaan we zo even kijken. Ja, oké. Okay. Jongens! Ja? Weet je hoeveel abonnees we nog moeten? 5000. Jongens, abonneer nu. We doen Sam wegtoveren. Zullen we jou wegtoveren? Ja. Nee, of het huis. Kan ook. Het huis wegtoveren? Ja. Dat is veel te koud voor. Dat gaan we niet doen. Nee, maar daar weer terug toveren. Dat kan toch niet? Ze moeten dan bij 3, 2, 1. En na de 1 moet je echt op abonneren knop drukken als je nog geen abonnee bent. En dan Sam weggetoverd. Ja. Want misschien halen we dan wel heel snel met z'n allen jullie en wij de 5000 abonnees. Ja. Zullen we dat doen? Nee, 100.000. Yes, 5000. Ja, dat doen we 5000. Ja, oké. Okay. 5000 moet 100.000. Ja, dat bedoel ik, hè? Ja, oké. Okay. Oké, okay. 3, 2, 1. Abonneren! Ja. En Sam doet niet meer mee. Nou, laat je type topje zien. Maar even een soortje maak jij ervan. Ja, sorry. Welke heb je gehaald, Jesse? Ik heb 4 dus gehaald en nu zit ik in module 5. Nou, laat eens even stuk zien. Laat eens even zien, want ik wil echt weten hoe goed je bent. Dit zijn mijn vrienden. Oh, heb je gewoon ook vrienden, jongen? Ja. Er waren een soort wespen die de vliegtuigen kapot wilden maken. Uh-huh. En toen ging ze op een bepaalde plek dood en daar zijn hun dus heen gegaan. En toen kwam er ineens zo'n hele rots naar boven. Echt waar? Ben je klaar om de tempel in te gaan? Nee, dat is een vrouw. Zo, ben je klaar om de tempel in te gaan? Ja, ik denk het wel. Bij de vorige tempel moest je verschillende codes toetsen. Hé, hey, ik hoor Sam hoe ze de kalm niet weggetoverd. Hé, hey, jij was weggetoverd. Door de tempel te gaan, oh. Deze tempel lijkt een beetje hetzelfde. Dit is een meisje. Oh, deze tempel lijkt een beetje hetzelfde. Hé, hey, Jesse, die gaat weer blind typen. A. Oh. S. Zie je hoe goed Jesse bezig is? Ja, het is best makkelijk. S. Kijk eens jongens, hij doet het gewoon allemaal zonder te kijken. Ja! Jesse, ik kreeg alleen vorige keer de vraag van kinderen van hé, hoe kunnen wij dit ook doen? Oh ja, sorry. Mijn kind zit in het heet van de strijd en ik stoor hem gewoon. D. Voor iemand die weggetoverd is, zie je Sam toch aardig hier in de hoek staan. Hallo, jij was weggetoverd vriend. Ja, jongens. Ja, jongens, ja. Oh, wat gebeurt er? En... Weer 5 sterren! Kijk eens jongens! Goed bezig Jesse! Kinderen vragen me op Instagram en op YouTube hoe je daar komt. Die willen dat ook spelen. Hoe kom je daar? Doe maar de link in de beschrijving. Ja, we doen de link in de beschrijving. Dus ga naar de beschrijving, daar vind je de link. Ja. En dan kan je dus ook gewoon dit gaan spelen, want je kan gewoon gratis een proefles gaan doen. Ja. Jesse? Ja? Ben je klaar voor de challenge? Ja! Zullen wij de green screen challenge gaan doen waar we het over hadden? Weet je nog wat het is? Ja, mijn lievelingschallenge. Ja? Ja. Oké, okay, we gaan het doen! Ja, maar zullen we eerst even Sam terugtoveren, want die was zogenaamd weggetoverd. Ja, we gaan de groene scherm challenge doen. Ja. Dat is de zielsen in een groen scherm. Als u nu zegt, ik wil achtergrond van paarden, zie je dat nu? En nu, kijk! Konijn. En nu konijnen. Ja. En nu een Bugatti. No. En nu? Dodge. Nu doen we gewoon even groen. Papa noemt iets van... Wat vies is? Ja, iets wat vies is als voorbeeld. En dat moeten wij raden. Moeten zeggen. Wat voor kleur heeft het? Wat voor smaak? Ja, zo. Maar we krijgen 1 minuut tijd om te raden. Als jullie 6 vragen of meer goed hebben, is er niks aan de hand. Nee. Maar hebben jullie er... Hebben jullie minder dan 6 goed, dan moeten jullie... Dit eten. Dit is rode kool. Hoe vinden jullie rode kool, jongens? Niet lekker. Wat is jullie lievelingsgroente, jongens?
Mijn spinazie, patat. Toch een rode kool? Patat. Nee, patat is een groente, ja. Maar als jullie winnen daarentegen... Wel, krijgen jullie een chocolaatje. Zullen we beginnen met de eerste? Ja. Misschien kunnen jullie even met de vingers knippen en dan komt de eerste in beeld. 1, 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 1
Het heeft een beetje groen, wit. Ik weet het. Appel. Wat dan? Sla of sla. Nee, maar het is echt vies. Het is echt, iedereen spruit vindt het vies. Nee, maar iedereen, ja, spruit vindt ook iedereen vindt. Nee, maar iedereen vindt het vies. Wat is smaak even? Weet niet, want je hoort het. Nee, het is geen poep. Ja. Het is iets wat, wat ontstaat als je iets heel lang laat liggen. Rot. Rot, ja, bijna rot. Rotte. Wat gebeurt er als een appel heel lang ligt? Of als een boterham heel lang ligt? En jullie hebben nog... Schimmel! Wat zei je? Schimmel! Schimmel, ja, jullie hebben een punt! Yes! De eerste! Oh my god. Wat hebben jullie wel schimmel gegeten? Nee. Moet je eens doen, is leuk. Nee, grappig. Oh, hij weet het! Nou? Yes, oké, okay, de volgende, kijk eens. Oh, wat is dat daar achter jullie? Zie je helemaal niks. Dit is iets wat ook echt heel erg vies is. Red. Wat is het? Het kan alle kleuren hebben. Regenboog. Het eten of drinken? Het is het was eten en het was drinken. Ranja! Nee, Ranja is ook niet vies. Oh nee. Het is echt heel smerig. Oh, jullie bier! Hebben... Wat? Bier? Bier? Ja, Ranja was eerst bier. Nee, ga door, want jullie hebben nog maar 10 seconden. Denk na. Oké, het ziet er heel vies uit. Het kan allemaal vieze honden. Stukjes hebben. Nee, het kan niet allemaal vieze stukjes hebben. Ja, citroensap! Nee, tijd is om. Wat was het? Kots. Het was eten en drinken. Maar het kan niet alle kleuren zijn. Nee. Ligt aan wat je hebt gegeten. Ja, maar rode... Ja. Als jij rode kool hebt gegeten en je gaat het uitkotsen, hè? Zoals deze overheerlijke rode kool. Maar mag je zeggen... Ja? De ijspuur is bruin, maar niet andere kleur. Dus dat is logisch. Ja, maar het kan elke keer wat anders zijn, toch, die kleur, hè? Nee. Als jij... Nee, dat kan niet. Luister nou, vriend. Als jij spaghetti met tomatensaus gaat eten, dan is jouw kots aan het niet blauw, dan is jouw kots aan het rood. Wat? Het is tijd voor de volgende. Oh, dat is iets wat heel lekker ruikt. Ja, nou, even... Poep! Nee, poep ruikt ook niet. Eet of drinken? Het is, oké, wat is het? Nee, je kan het niet eten en niet drinken. Het is vooral buiten. Buiten? Als je buiten komt, wat ruikt heel lekker als je buiten komt? Voetbal! Voetbal. Ruikt het voetbal lekker, ja? Nee, als je buiten komt, wat ruikt het heel lekker? Bloemetjes! Ja, bloemetjes! Dit was echt een hele makkelijke. Doe even zo. Ga met die... Ga met die banaan! Yes! Ga okay. Nou jongens, jullie hebben nog geen idee wat daar nu zit, hè? Nee. Oké, de tijd gaat nu in. Jongens, hierover kan je uitglijden. Ijs. Dat is niet goed. Banaan! Banaan, ja! Ga met die banaan! Ja, dat is toch? Ja, wat een grappig ding, hè? Ga met die banaan! Ja, pff, weg. Ja, dat... Kijk, je gaat open, dan zie je banaan naar voren. Maar dan moet je in een prullenbak gooien, mensen. Ja, ja, mensen. Een wijze tip van Sam. Dingen moet je altijd opruimen. Wat moet je ook altijd gewoon in de prullenbak gooien? Niks. Alles. Alles, behalve... Een vrachtwagen. Een vrachtwagen, dat past niet. En ik. En de wereld ook. Nee. Wel. Wat? Kleine wereld en kleine vrachtwagen. Met speelgoed vrachtwagen. Kruin, en een speelgoed wereld. En dan kan je in de prullenbak gooien. Oké, tijd voor de volgende persoon. Ja. Persoon. Persoon! Ja, nee, maar de volgende is inderdaad wel een persoon. Wat is een gemeen persoon? En de tijd gaat nu in. Boef! Slaven! Ik weet niet. Slaven? Slaven. Slaven? Slaven! Hitler! Hitler, dat is mega gemeen. Dat zijn, je ziet het wel eens op school. Op school heb je zulke gemeene... Ja, hoe noemen ze iets? Pestkoppen. Ja, goed zo. Nou, dat gaat echt fantastisch. Yo, lekker. We zijn al 3. Oké, want jongens, wat vinden jullie van pestkoppen? Echt niet leuk. Nee? Gelukkig heb ik geen pestkoppen in mijn klas. Nee. Ik heb wel pestkoppen. Ja, jij bent zelf een beetje pestkoppen. Nou, niet, jij bent niet gemeen tegen andere kinderen, toch? Alleen tegen je vader.
Oké, we gaan door met de volgende. Ja, oké. Okay. Oké, nee, stop. Eerst zeggen dat ik je mag kietelen. Wat ja? Het is. Eerst zeggen wat het is. Ja. Ja, lekker makkelijk. Ja, nee. Het volgende antwoord is een gorilla. Ja. Oké, daar komt ie. Lelijkste dier. Gorilla. Ja! Nee, grapje. Nee, jullie krijgen nu het lelijkste dier te zien. Even kijken, 3, 2, 1. Ah, daar is ie. Ah! Oh man, die is echt heel lelijk. Spin. Nog lelijker. Vraag wat het is, hè. Vraag hoeveel poten, vraag hoeveel... Een slak? Ja! Die megaspin in Afrika. Nee. Hoeveel poten heeft hij? 1, 2, 3, 4. Vier? Ja. Paard. Een paard. Vind je een paard een lelijk dier? Nee, maar wat zijn jullie? Je hebt nog 20 seconden. Hij heeft een hele rare kuif, heeft hij. Voor de rest is hij helemaal naakt. Hij is helemaal bloot. Ik kan wel, maar ik weet hoe het heet. Een blote hond? Een blote hond, ja, maar we hebben het een keer op gehad. Het is een speciale soort hond. Hoe heet die hond? Nog 5 een seconden. Een wat? Plofhond. Plofhond? Ja. Dat is een plofkip. Nee, de tijd is om. Kijk dan jongens, kijk dan als je ziet het toch? Nee. Oh, een Chinese naakthond. Hè? Maar die bedoelt hij, ik bedoel een naakthond. Dus eigenlijk had het gewoon goed. Wat naakthond? Je hebt helemaal geen naakthond. Ik zei niet dat hij naakt was. Jij zei niet dat hij naakt was. Maar ik zei, het is een naakthond. Nee, maar... Ja, nee, ja. Ja, je hebt het zo... Dat is een naakthond. Nee, maar die is goed, papa. Nee, die is helemaal niet goed. Ik wil toch heel even zeggen... Moet je kijken, het ziet er zo lekker uit. Ik wil bijna zelf opeten. Jullie mogen nu vast een hapje als jullie willen, hoor. Nee. Het is een gemene computerfiguur. De tijd is trouwens al ingegaan. Dus flink raden. Wie heb je allemaal? Een horror? Is het iets met horror te maken? Met een, nee, het heeft niet met horror te maken. Wie is nou echt vet gemeen? Boze! Boze is ook echt gemeen, maar nog iemand anders. Sam! Sam is geen computerfiguur. Tenminste, zijn jullie zover ik weet. Jesse. Jesse, Jesse is, ja dat weet ik nog niet. Zo langzamerhand met alle computers van hem wordt hij wel een computer. We noemen hem Andrew. Andrew! Ja. Oké, want jullie hebben nog 15 seconden. Vraag dingen, is het voor welke spelcomputer? Is het voor welke... Wat spelcomputer? Welke spelcomputer? Voor de Nintendo is het tegenwoordig. Vroeger voor de Sega. Nog 3 seconden. Oh. Nee, Dr. Robotnik. Huh? Die ken ik niet. Van Sonic. Hebben we het er straks nog over gehad, vriend? Nee. Oh, wat zo jammer. Ik ben hoeveel zo teleurgesteld in jullie. Hoeveel hebben we er nog? We moeten er nog 4. Jullie moeten er nog minimaal 2 goed hebben. Oké, jongens. Wat de volgende is smerig, vies, goor eten. En de tijd gaat nu in. Spuitjes! Spuitjes is heel vies, maar is het niet. Kot. Meelwormen. Bestaat. Meelwormen, maar is dat echt eten? Ja, dat doen ze in Afrika of China. Oh, daar eten ze meelwormen. Oké, nou, nee, dat is niet dat. Wat voor smaak heeft het? Het smaakt naar vieze, sponsige, vieze drap. Sla? Nee, sla. Nee, echt heel vies eten. Wat is daar heel vies? Wat vinden jullie allemaal vies? Spruitjes. Een spruit is vies, maar dat is het niet. Wat vinden jullie meer vies, bijvoorbeeld? Rode kool. Ja, heel goed. Is het ook niet. Wat is nog meer heel vies? We hebben nog 8 seconden, het ziet er wit uit. Wit en een rare vorm heeft dus gegooid. Dat is een vieze gele trap overheen. Bonen! Ook vies, maar is het niet. Ah! Het was witlof, jongens. Dat ken ik niet. Kreeg je geen witlof? Komt de volgende. Stomste klusje in huis. Wat is nou een heel stom klusje wat je kan doen in huis? Poepen! Is dat een klusje? Stofzuigen. Bijvoorbeeld stofzuigen. Maar wat moeten jullie wel eens? Het gaat ervan om wat jullie moeten doen. Handen wassen. Handen wassen. Dat is dat opruimen? Yes. Oh. Opruimen! Ja, oké. Opruimen. Oh. De volgende. Het ziet er heel smerig. Het heeft met dieren te maken en het ziet er echt... Niet alles is poep, schat. Het ziet er als dieren uit. Nee, het heeft met dieren te maken. Maar ja. De kop en daar zit zo... Een dingetje naar, dat ziet eruit. Granaten! Ja, zijn poepgat. Poepgat? Ja, nee, dat is niet, maar de poepgat ziet er. Ik zal bananen? Even hier even. Ik zal geen plaatje laten zien van de poepgat. Een banaan, hè? Bananen! Nee, en oké, het heeft met huisdieren te maken. Wat zijn huisdieren? Klein. Nou, twijfelgeval. Wat zijn nog meer huisdieren? Huisdieren zijn dieren die je meestal in huis hebt. Kavia is een huisdier. Wat heb je nog meer voor huisdieren? Hond, kat. Ja, heel goed. Het heeft met een kat te maken. Wat doet het? Kruisbol, die is het zo uit. Een haarbal, nee!
De tijd is om, het was kattenvoer. Is dat zo erg? Heb je gezien hoe het eruit ziet? Als jullie deze goed hebben, krijgen jullie 2 overheerlijke chocolaatjes. Wat voor chocola vind jij lekker, Sam? Niks in. Met niks in. En wat vind jij lekker? Witte. Chocola. Top. Krijgen jullie. Geen probleem. Yes, het enige wat je moet doen is deze antwoord goed hebben. Yes, hoe heet dat? Koffie chocola. Koffie chocola? Vind je dat lekker? Ja, vind ik. Hij komt nu in beeld. Dit is de meest vieze plek die je maar kan bedenken. Rena 50 man. Oh. Nee. Vuilnisplek waar ze altijd alles af. Nee, dat is ook echt een hele vieze plek, maar dat is het niet. Is het hier in de buurt? Ja, het is eigenlijk overal. Het is heel donker, het is smerig, het is waterig daar zo. En bij het crossbaantje. Nee, krijg van alles in. Alles. Oh, de tijd is om. Wat was het? Het riool. Huh? Weet je wat het is? Dat jij al gezegd. Nee jongen, dat heb je helemaal niet gezegd. Maar dan kon je toch een tip zeggen dat het ook onder de grond. Ja, maar dat zou ik toch te veel zeggen. En weet je waarom ik dat niet zeg? Want ik wil namelijk heel graag dat jullie gewoon lekker gezond gaan eten. Gewoon bijvoorbeeld dit. Oh, kijk eens. We gaan papa lekker 2 chocolaatjes opeten. Ik wil niet. Jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? Maar ik wil niet. Jij wil echt niet? Ja. Maar Sam, dat is... Ja. Sam, dit is gewoon eten en mensen eten dit. Oh, Jesse. Ja. Oh, hoe kan je dit nou weer staan? Jongens, kijk, er komt Jesse aan. Kijk eens. Sam, jij gaat het echt niet doen? Nee. Echt niet? Ja. Oké, okay, Jesse, ben je er klaar voor? Ja? En dan gaat hij. En terwijl Jesse en Sam daar zo. Is het lekker, schat? Nee. Nee? Wat is dat tot jullie gegroente? Dit is gewoon gezond eten, vriend. En dit is heel veel groente, hoor. Oké, nou dit was het, jongens. Dus mensen moeten zeker abonneren, want we hebben gewoon bijna die 100.000. Ja! 5.000. Yes. Bedankt voor het kijken en zeker abonneren dus. En een reactie plaatsen op Instagram, want dat vinden we heel erg leuk. Ik lees